Mijn naam is Roy Kranendonk van de Ville Groep. Binnen de Ville Groep zijn we een groep bestaande uit 5 bedrijven. 2 bedrijven gericht op de metaalbewerking, een bedrijf gericht op de aannemerij. Daarnaast nog een bedrijf wat zich richt op industriële weegwerktuigen en een bedrijf dat zich richt op industriële reinigingsapparatuur. Bij Ville zijn we heel sterk in metaalbewerking, van hele kleine opdrachten tot megaprojecten. Daarnaast hebben wij ook divisies gericht op de bouw van machines. Industriële weegwerktuigen, maar ook bijvoorbeeld industriële wasmachines. Ville is in 1955 ontstaan in Rotterdam. De toenmalige eigenaren, de gebroeders Ville, hebben het bedrijf naar de huidige locatie in Strijen aan de Handelstraat gebracht. In 1999 heeft mijn vader de kans gehad om het bedrijf over te nemen. En sindsdien is het uitgebouwd tot een internationaal opererend bedrijf. Ik ben het meest trots op het feit dat wij als bedrijf hele kleine lokale opdrachten kunnen realiseren, maar ook mega grote projecten internationaal kunnen realiseren. Wat ons uniek maakt, is dat we alles in eigen huis hebben. Van engineering tot aan de volledige montage op locatie. Dat maakt ons flexibel. En dat zorgt er ook voor dat we tot alles in staat zijn met elkaar. Daarin is het belangrijkste dat we verschillende divisies hebben waarin we continu met elkaar samenwerken. Wij staan hier er ook voor dat we één team zijn met één taak. En dat is een tevreden klant.